Yo, welkom bij Geld op Geld. Ja, Er is iets vreemds gaande op de beurs, namelijk een hoop populaire hype-aandelen noem ik ze even... ...ja, toch flink aan het zakken zijn de laatste tijd. Het zijn allemaal groeiaandelen die heel veel groei ingecalculeerd hebben ook. Het zijn over het algemeen aandelen met een wat lagere marktwaarde, niet voor allemaal het geval. Het zijn wel allemaal aandelen die heel populair zijn onder particuliere beleggers juist. Aandelen die richting februari flink zijn gestegen... Maar daarna, eigenlijk de afgelopen weken onder druk staan en laag staan, en nog steeds laag staan. Terwijl eigenlijk de algehele beurs aan het stijgen is. Zowel de SP 500 is aan het stijgen. De NASDAQ is aan het stijgen. De Dow Jones, zelfs de AEX. Gaan allemaal richting all-time highs. De algehele beurs is dan ook aan het stijgen. Terwijl veel van deze toch populaire aandelen maar blijven zakken. Laten we een aantal van die populaire aandelen doornemen. Grote kans dat je er ook een aantal hebt. Kijken wat er nou gaande is. Wat ik ervan vind. Wat ik denk dat er gaat gebeuren en ook wat ik nu aan het doen ben. Als we nu naar de indexen gaan kijken, en we pakken bijvoorbeeld de SP 500 erbij van de afgelopen zes maanden. Ja, dan zien we toch echt wel een flinke stijging. Een vrije rechte uh, lijn richting een all-time high. Bij de Dow Jones zelfs een wat rechtere lijn. Ook een all-time high. En bij de NASDAQ net wat anders, maar ook bij een all-time high nu. De NASDAQ is net wat anders omdat hij eigenlijk hier eind februari en in maart toch ja, is gezakt. Echt wel een correctie van ongeveer ja, 10%. Maar die is de afgelopen weken flink gestegen. En dat komt omdat heel veel grote bedrijven de NASDAQ dragen, die het ook heel goed doen. Apple is gestegen, Amazon, Microsoft, Google, Facebook. Al die grote jongens doen het hartstikke goed, waardoor de NASDAQ ook op een all-time high zit. Maar heel veel van die hype-aandelen, heel populaire aandelen waar ik het over had, ja, die zijn met deze correctie ook flink gezakt. Over het algemeen zelfs meer dan de NASDAQ. Maar die zijn ook niet hersteld. Die zijn eigenlijk een beetje gaan schommelen en sommige zijn zelfs nog meer gezakt. Heel vreemd. Het komt denk ik vooral omdat heel van die aandelen heel hoog gewaardeerd stonden en heel veel groei ingecalculeerd hebben. Laten we een aantal van die aandelen erbij pakken. Laten we beginnen met Huya, omdat ik zelf aandelen van Huya heb en Huya toch wel flink is gezakt, zoals je kan zien. Dan moet ik zeggen dat ik niet echt veel aandelen heb die echt flink zijn gezakt. Maar goed, Huya wel. Uh, en ik ben Huya dan ook op dit moment rond die 18 aan het bijkopen. En wordt die voor mij eigenlijk alleen maar interessanter. En mocht hoe ja, nog meer zakken, ja, ga ik dan ook gewoon bijkopen. Uh, en deze aandelen die we gaan bespreken, ja, die zijn eigenlijk rond dit punt. Dus eigenlijk rond de 20 februari, ja, flink gestegen. Zonder op dit punt dan ook vrij hoog om vervolgens eigenlijk alleen maar te gaan zakken. En niet mee te herstellen. Zoals de Nasdaq wel heeft gedaan. Zoals dus bijvoorbeeld een Apple, een Amazon, Microsoft, een uh, Facebook en een Google. Uh, maar heel veel van deze populaire aandelen staan nog steeds erg laag. Zoals bijvoorbeeld een desktop metal. Ook een hele populaire onder particuliere beleggers en ja, stond in februari dus ook hoog. Is vervolgens flink gezakt. Hetzelfde op zich met Nio, stond ook hoog en staat nu een heel stuk lager. Tesla op zich ook wel, maar Tesla is toch wel redelijk gecorrigeerd. Uh, als we gaan kijken naar Palantir, zien we eigenlijk hetzelfde. Palantir is een hele populaire op dit moment onder particuliere beleggers... Uh, ik hoorde er ook best wel veel van van verschillende mensen. Terwijl eigenlijk ook heel veel van deze mensen niet echt goed weten wat Pellington nou precies doet. Maar toch mee investeren omdat het gewoon een populair aandeel is. Maar ook deze staat gewoon ja, een procent of 40 lager dan in februari. Skills, ook een hele populaire. Staat een heel stuk lager. 60, 70 procent lager misschien wel. Virgin Galactic, ook een hele populaire onder particuliere beleggers. Staat een heel stuk lager. Heeft op het moment ook wel last van insider-selling. Maar hoe dan ook, flink gezakt. Een Lemonade, ook een populaire, hetzelfde verhaal. Plug Power, ook flink gezakt ten opzichte van februari. CCIV, helemaal een, een, een gekke grafiek eigenlijk. Ik snap ook niet waarom je CCIV rond die 50, 60 zou bijkopen. Zelfs als je eigenlijk denkt dat ze met de beste elektrische auto's komen... ...dat ze het beter gaan doen dan Tesla of wat dan ook... ...ja, staan ze op dat punt gewoon heel hoog gewaardeerd. Ja, en zijn dan ook flink gezakt, nu rond de 20 dollar... Terwijl dus eigenlijk de Nasdaq en de beurs wel eens hersteld en flink is gestegen. Wat hebben al deze aandelen gemeen? En het zijn trouwens nog veel en veel meer. Ik heb er gewoon even een aantal uitgekozen. Ze zijn allemaal heel flink gestegen tot februari. En stonden ook echt hoog gewaardeerd. Ze zijn ook flink gezakt. En de meeste staan eigenlijk nog steeds <laughs> erg hoog gewaardeerd. Met ook heel veel groei ingecalculeerd. Het zijn allemaal groeiaandelen die het eigenlijk in de toekomst goed zouden moeten doen. Een aantal zullen het ook waarschijnlijk heel goed doen en zullen waarschijnlijk ook flink groeien. Ik denk dan ook dat heel veel van deze aandelen, de meeste zelfs, en dan niet alleen deze die ik nu bespreek, maar van heel de beurs, dat heel veel aandelen terecht flink zijn gezakt. Dat ze veel te veel gehyped werden, dat ze veel te veel zijn gestegen, echt overgewaardeerd werden. En dat het goed is dat ze nu lager staan en gecorrigeerd zijn. Maar er zullen ook aandelen bij zijn die echt flink zijn gezakt, maar die het in de toekomst wel heel goed gaan doen. Wat ik me dan afvraag, welke van deze aandelen zijn eigenlijk te erg afgestraft? Of zijn nou heel interessant om wel te kopen en gaan het in de toekomst heel goed doen? Zoals ik wel vaker zeg, gaat een aandeel uiteindelijk altijd ongeveer naar de juiste waarde toe. Het blijft vraag en aanbod, maar een aandeel kan wekenlang, maandenlang of zelfs jarenlang ondergewaardeerd of overgewaardeerd zijn. En zeker met groeiaandelen is het vrij lastig om ze te waarderen, omdat je kijkt naar de toekomst en wordt er verwacht dat die aandelen het in de toekomst goed gaan doen maar afhankelijk van omzet, van winst, van marges, van wat een bedrijf doet, overnames, etcetera, cetera, zal het naar een bepaalde waarde toe gaan. En als een van deze aandelen, dus die Plug Power, Lemonade, Huya, NIO, etcetera, het goed gaan doen in de toekomst, dan gaan ze ook gewoon uiteindelijk groeien. Ik heb bijvoorbeeld heel veel vertrouwen in Huya en ik ben Huya op dit moment aan het bijkopen. En als Huya volgend kwartaal gaat groeien en het jaar daarna en het jaar daarna en ze blijven groeien, goede marges, ze blijven winst maken, dan gaat het aandeel uiteindelijk gewoon omhoog. Ze zeggen niet voor niks, be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Oftewel, je moet vaak het tegenovergestelde doen. In januari, februari gingen dus veel, vooral nieuwe beleggers, in al die hype-aandelen, gingen ze flink omhoog, maar zijn uiteindelijk allemaal gezakt, hebben veel van die beleggers ook best wel wat geld verloren daardoor, en vinden ze die aandelen op dit moment niet interessant, en zijn deze beleggers ook vaak aan het kijken naar wat stabielere bedrijven, wat andere bedrijven stappen misschien ook uit. Terwijl dit eigenlijk misschien een moment is om juist in te stappen. Ja, ik ga me dan ook zelf de komende tijd goed verdiepen in heel veel van deze groeiaandelen. Wat nieuwe groeiaandelen uh, zoeken. Want ik denk dat er heel veel interessante deals beschikbaar komen. Omdat deze lager staan. Wat deze aandelen nog meer gemeen hebben. Wat ik al eerder zei, geldt in ieder geval voor de meesten. Is dat heel veel van deze aandelen heel populair zijn onder particuliere beleggers. En nog niet zo populair onder Wall Street en de grote jongens. En dit zorgt er weer voor dat je eigenlijk kan instappen voordat Wall Street flink instapt. Voordat eigenlijk die groeiaandelen zich hebben bewezen, ze flink zijn gegroeid, wat stabieler zijn, waardoor Wall Street ook flink in kan stappen, waardoor uiteindelijk het aandeel dus ook omhoog gaat. Ik ben dan ook altijd blij met dalingen en correcties, ook als het mijn eigen aandelen zijn, want dan kan je gewoon goedkoper bijkopen. Je koopt nou eenmaal liever lager. Kijk, als er echt een flinke crash is van maanden of misschien zelfs jaren lang en je blijft geld verliezen, is dat natuurlijk niet leuk. Maar zo'n correctie of daling als dit is alleen maar goed en gezond. Daling op de korte termijn zorgt ook gewoon voor meer winst op de lange termijn. Het is dan ook jammer om te zien dat vooral nieuwe beleggers nu uit deze aandelen aan het stappen zijn en met verlies aan het verkopen zijn. Terwijl ik juist denk dat deze aandelen nu wat interessanter aan het worden zijn. Maar daar kan je een aantal dingen van leren. Ten eerste is spreiding gewoon super belangrijk. Je ziet dat uh, ook nieuwe beleggers nu meer richting waarde- en dividend-aandelen gaan in plaats van alleen groeiaandelen. Wat hartstikke goed is, denk ik, om gewoon gespreid te investeren. Ten tweede is het gewoon heel belangrijk wat de waardering van een bedrijf is. Waardering is gewoon altijd belangrijk, ook voor groeiaandelen, gewoon super, super belangrijk. En ten derde is het gewoon heel belangrijk om je altijd goed te verdiepen in een bedrijf. Dat je weet wat er speelt. Dat je vertrouwen hebt in de lange termijn voordat je investeert. Dat als een aandeel omlaag gaat, zoals bij mij bijvoorbeeld met Hoeja. Die ga ik niet met paniek verkopen. Ik heb er heel veel vertrouwen in voor de lange termijn. Betekent niet dat die omhoog gaat in de toekomst. Het zou kunnen zijn dat Hoeja het slecht doet. Dat het een aandeel zal zijn dat voor mij slecht presteert. Maar ik ga niet met paniek verkopen. Omdat ik gewoon veel vertrouwen heb in Hoeja voor de lange termijn. En met al dit soort dingen zorg er in ieder geval voor dat je er altijd wat van leert. Dan wil ik jullie nog bedanken, want ik heb de 1000 abonnees aangetikt. Hartstikke leuke mijlpaal natuurlijk. Op naar de 2000. En dan hoop ik weer dat jullie het een leuk en interessant filmpje vonden. Was dat zo? Klik even op die like. En dan zou ik zeggen: Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer en later.